En leuk dat jullie kijken naar deze kookvideo. En in deze kookvideo ga ik jullie vertellen hoe je een spinaziecake kan maken. Blijf kijken! Om te beginnen de benodigdheden. Een aardappelschilmesje nodig, een aardappelschiller, een kwast, een vork, een pan voor de spinazie en een pan voor de aardappels, een cakeblik, een koekenpan en een kommetje. 250 gram spekjes, 2 eieren, 100 ml room, boter, aardappels en een pakje met gehakte spinazie en een pakje met spinazie à la crème. Stap 1. Als je een hete luchtoven hebt, zet de oven dan op 180 graden om hem voor te verwarmen. Stap 2 is het schillen van de aardappels en meteen ook snijden in dunne schijfjes. Nadat de aardappels in schijfjes zijn gesneden, stoppen we de aardappels in een pan met water. Stap 3 is door de spinazie à la crème en de gehakte spinazie in een pan. Je kan de spinazie à la crème en de gehakte spinazie gewoon bij elkaar in één pan stoppen. Stap 4 is het bakken van de spekjes. Stap 5 is het verdelen van de aardappelschijfjes over de bodem van het cakeblik. Bij de volgende stap gaan we de kookroom en de eieren in een kom samenvoegen en goed mengen. Zodra je een goede bodem hebt, gemaakt van aardappelschijfjes, gaan we de spekjes in onze ei met room gooien. En vervolgens gieten we vast een klein laagje over de aardappels. Vervolgens stoppen we de spinazie over de aardappels en de room met spekjes in. Als er een goede laag overheen zit, herhalen we weer de stap met de aardappel. Dan herhalen we weer de stap met het mengsel. Dit keer doen we alles eroverheen en verdelen we de spekjes. Nadat we alle stappen hebben herhaald, gaan we de cakevorm in de oven zetten. Vervolgens gaat het zo'n 20 tot 25 minuten in de oven. Nu het in de oven zit, gaan we wachten tot het klaar is. En wachten duurt lang. En dan beslaat de camera. En dan is de spinaziecake klaar. En dan kan je genieten van je heerlijke spinaziecake. Bon appétit! Dit recept heeft mij in totaal €5,90 gekost en je kan er makkelijk met 3 personen van eten. Dus met een beetje rekenskills ben je nog geen €2 per persoon kwijt. Wil jij nou nog meer leuke goedkope studentenmaaltijden maken? Klik dan hier om de video te zien van Jane waarin zij ook een goedkope studentenmaaltijd maakt. Of klik hier om de video van Amber, Julian en Joey te kijken. En zij maken een goedkope pasta pesto salade. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Dat kan door hieronder te klikken op het HVA logo. En dan mis je nooit meer een video. En wie weet zien we jullie een volgende keer weer. Ciao!